Aan de Havendijk in Tilburg ligt het woonschip Antoinette. Antoinette is een voormalig vrachtschip zonder eigen motor en die vroeger dus werd gesleept. Op het achterdek het woongedeelte en de stuurhut met een Nederlandse vlag. Midschips is er een vlag die aangeeft wat de huidige status van de Antoinette is. Thuishaven van Big Art Supplies. Op het schip worden cursussen gegeven in beeldhouwen. In de buik van het schip waar vroeger de lading lag, zien we nu een winkel met een uitgebreide collectie gereedschappen voor de beeldhouwer. Ook is er een grote keuze in diverse steensoorten. Hard, zacht, groot en klein. In het naast de winkel gelegen atelier komen dagelijks mensen die zich onder deskundige leiding willen bekwamen in de beeldhouwkunst. Er wordt aandachtig gewerkt. Maar och ja, je hoeft er toch alleen maar af te slaan wat er te veel aan zit. Nog gaat ze hem toch met een vijl te lijf. Maar ja, dan aait ze hem weer lief over zijn bol. Zowel mannen als vrouwen hanteren de hamer en de beitel. Oh, die heeft een mooi model. Oh god, nee. Hij maakt een beeld van zijn hond. Dit lijkt een stuk weerbarstige steen. Maar er komt al aardig vorm in. Nog een paar aanwijzingen en ze kan het tableau met de kopjes van de kleinkinderen afwerken. Even nog wat advies van de leraar en er kan verder gehakt worden. Deze hobbyist werkt flink door, want zijn varkentjes moeten op tijd klaar zijn voor de expositie Bik in Beek. Op deze expositie in Hilvarenbeek zijn de resultaten van de cursisten te bewonderen.
Ook wordt er gedemonstreerd en informatie gegeven over de cursussen bij BIC. De beelden zijn een lust voor het oog, vindt deze uil. En ook hij geniet er zichtbaar van. Een mooie expositie. En voldaan gaan we naar huis. BIC, bedankt.